Hey, ik ben Mark van Motorkledingcenter TV en in deze video vertel ik jullie meer over de held Cadora en held Monero, beschikbaar bij motorkledingcenter.nl. Motorkledingcenter, de specialist in motorkleding. De held Cadora en held Monero zijn allebei gemaakt van Gore-Tex Pro laminaat. Dat wil zeggen dat het water wat hierop komt direct vanaf loopt en ook niet door de buitenste slijtvaste laag heen kan. Omdat het aan elkaar gelamineerd is en uiteindelijk dus één laag is geworden. Rij je dus heel veel door de regen, rij je dagelijks, rij je voor je werk of rij je woon-werkverkeer. Dan is een pro-laminaat eigenlijk het beste wat je kan hebben. Omdat je als je op je werk komt en je hebt een uur door de regen gereden, de jas twee keer uit kan schudden en al het water er vanaf is. Dan is die dus ook niet nat. En het voordeel tijdens het rijden is dat die ook minder snel afkoelt. Dus je houdt wat langer je eigen warmte vast. Het is voorzien van Sastec protectie op de schouders. Er loopt een elleboog of een protector helemaal over de rug heen en over de sleutelbeen. En als je dit buigt, hier zit een Sastec protector die helemaal doorloopt tot onderaan je arm. Qua veiligheid zijn dit ook de beste protectoren die je in een textiele jas vindt. De rug is voorzien van een foam. Die kan eventueel nog worden geüpgraded met een Sastec level 2 rugprotector. En hier aan de bovenzijde, natuurlijk met een waterdichte afgesloten rits. Een hele grote ventilatie die de warme lucht uit je jas er ook nog uithaalt. Aan de voorzijde zie je ook dat hij helemaal glad is. Dus al het water wat erop komt, stroomt er zo vanaf. Geen zwakke punten. En voor de rits of achter de rits zit een watergoot, ook van Gore. Waardoor het water wat naar binnen komt, direct naar buiten of naar beneden stroomt en niet door de jas heen gaat. Je kan deze strook wegvouwen als het nou zomer wordt. Want je wil deze jas natuurlijk ook de rest van het jaar nog kunnen dragen. En zo openrijden. Dit is het Air Circulation System van Held. Is het dus heel warm, doe je de buitenste rits open. Dan kan de ventilatie of de lucht van buiten hier de jas in. En dan komt die via die strook aan de achterkant weer uit. Als je deze open doet, zit er aan de binnenkant ook nog een voering. Daardoor kan je deze jas ook nog prima in de winter dragen. Of in het voor- en in het naseizoen haal je die eruit. Blijft de jas dus wel waterdicht. Heb je wel nog steeds allerlei zakjes. En je zit aan de binnenkant, is die gemaakt van Coolmax materiaal. Waardoor je zweet en je vocht ook wordt afgevoerd. En de jas lekker fris blijft. Je P is 1,82 meter lang. Weegt ongeveer 80 kilo en draagt hier een maat L. Zit gewoon mooi strak, omdat de voering erin zit en hij er ook eventueel nog een trui onder zou moeten kunnen dragen, is dit voor JP de juiste maat. Leuk om te zien is dat hier ook een magneetje zit, waardoor de flap heel makkelijk dicht gaat. De broek is gemaakt van exact hetzelfde materiaal en is voorzien van Sastec protectie op de knieën. Wat accordeon stretch, waardoor je makkelijk in een sportieve houding ook zou kunnen zitten. Dus je kan deze set prima dragen op een sportmotor, een sporttourmotor, eventueel zelfs een wat sportievere motor of een naked bike. Je kan er eigenlijk alle kanten mee op. Wil je meer informatie over deze jas en broek of wil je deze bestellen? Klik dan op de balk in beeld. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.